En hier is weer een gloednieuwe de straat. En deze keer, ja, er is eigenlijk zoveel gebeurd en aan de hand in de wereld. De verkiezingen, noemt het op allemaal, Trump, weet ik het allemaal. En ja, wij konden niet kiezen. Dus gaan we vragen, wat is uw nieuws? Wat is jouw nieuws van de dag? Mijn nieuws van de dag? Ja. Jeetje, nou ja, vandaag is mijn zoontje op school carnaval aan het vieren. Ha, hartstikke leuk, de eerste keer? Nee, hij zit al 4 jaar op school, maar... Het is de 4e keer carnaval? Ja, hij is vandaag als ninja. Ik wou net zeggen, waar gaat hij? Wat doet hij dan nu als ninja in het verleden? Hij is al brandweerman geweest. Ik heb nog meer gehad, piraat. Volgens mij nog een keer een piraat. Nou als ninja. En jou als ninja. Wil hij dat zelf of zeg je van ik wil... Hij doet het zelf. En ik heb een speciaal een hoofdband gisteren zitten naaien, dus... Ik zie het helemaal voor me. En vaders en moeders ook mee als ninja vanavond? Nee. Nee joh, ik heb het wel te druk met die kleine. Doe je veel een carnaval? Zelf? Nee. Helemaal niet? Nee, ik ben gewoon een stadsmens. Gewoon, gewoon nuchter stadsmens, maar nooit gedaan ook? Nee. Vind je het wel leuk carnaval? Het ziet er wel gezellig uit, ja. Maar ik zit lekker liever s'avonds op de bank. Oh, lekker. Maar vind je de programma's wel leuk van die optocht en zo? Ben je dan op zo'n ochtendtocht bezig kijken? Nee. Het is wel leuk. Dan welke net is dat dan? Ja, dat wil ik even. Info thuis. Info thuis, oké. Nou, dan ga ik het eens opzoeken. Ja, dan moet je kijken. Ja, hoe ziet het eruit? Wat gaat hij doen vandaag? Ze organiseren spelletjes op school. En straks mag ik hem om 1:30 ophalen, dan begint zijn vakantie. En dan er zijn hulpouders die daar aanwezig zijn om daar te helpen. Oh, dat is helemaal verzorgd en lekker... Ja. School zorgt voor de dingen en hulpouders kunnen helpen. Lekker spelletje. Ja. Lachen. Ja. Hey, succes vandaag. Dankjewel, hey, fijne dag. Zelfde, hè. Doe. Dag. Wat is jouw nieuws van de dag? Ik moet even naar Schoneberg een paar nieuwe gehoorapparaat halen. Oh, mijn nieuws van de dag. Het nieuws van de dag, hoe heet het? Heb je al langer oorapparaten of is het gewoon de eerste keer? Nee, dat is al een paar jaar. Ja. Hij lept het? Hij lept het zeer zeker. Ja, anders ben je echt doof. Ben je helemaal doof voor antwoorden of is het één oor? Nou, één oor is 80% minder en de andere 60%. Maar het is wel een uitkomst, alleen ja... Ik heb heel veel oors meer en dan zijn die dingen heel gauw verstopt. Dus je moet toch heel vaak terug om dat te laten maken. Het vuil eruit, dan weet ik veel wat. Dat is vervelend. En dan krijg je nieuwe of? Nee. Ik moet nu van die rubberen dopjes, van die beschermdopjes zitten erop. En die zijn er nu af, want die zijn een beetje verteerd. En nou moet ik even bij de specsavers nieuw halen. En dat is gewoon hup, klaar? Of moet dat aangemeten worden allemaal? Nee, die dopjes die hebben ze liggen en dan krijg je dat mee. En dan kan je dat zelf erop doen. En als ze kapot zijn, dan ga ik weer terug. Nou, dat is wel lekker. Maar moet je dat steeds betalen? Is dat duur? Dat hoef je niet te betalen. Dat is service van de zaak. Oké, dat valt over. Dus dat is, dat kost niks. Ben ik goed te verstaan dan? Heel goed ben je. Hey, hartstikke bedankt. Hey, succes hè. Fijne dag. Er is zoveel aan de hand in de wereld, zeg maar. Trump, verkiezingen, weet ik het allemaal. Wij konden geen nieuws kiezen. Wat is jullie nieuws? Nou, dat is een goeie, hè. En dat mag alles wezen. Oké. Nou. Wil je wat bekend maken of weet ik, mag niet. Nee, ik hoef niks bekend te maken, nee. Ik weet het niet. Helemaal niks, geen nieuws. Nee. En nu? Ik kan zo snel even niks verzinnen wat voor nieuws er nu moet zijn. Misschien ook voetbalellende van Den Haag. Nou, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook. Legia Warschau, geloof ik. Ja, Den Haag, Ajax, Legia, alles door elkaar nu. Misschien dat er zoiets is. Zeker nieuws, heeft het wel eens meegemaakt? Nee. Ja, ik zit er niet zo in. Af en toe een wedstrijdje, maar niet zoveel, zeg maar. Wel Den Haag. Ja. Laat ik maar niet te veel zeggen. Dus... Nee, kijk uit. Hey, maar wat is je nu opgevallen in het nieuws dan? Wat je zegt van, nou god, stop maar nog even kwijt. Even iets over zeggen. Ja. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik kijk nooit nieuws. Ik ben veel te druk met die video's.